Van harte welkom, een nieuwe aflevering van het Koetshuis met één gast. Dat is Marcel Meeslussen, de wethouder van Financiën van de gemeente Tiel. Marcel, van harte welkom. Mm-hmm. Ik mag je feliciteren, want die begrotingsraad, ja, met vlag en wimpel werd die unaniem aangenomen. Het was een hele goede begrotingsraad, klopt. En de begroting is unaniem aangenomen. En... Ik snapte jij dat zegt, dat het een goede begrotingsraad was. Ja. Maar waarom was die dan zo goed? Nou, omdat ik vond dat de sfeer gewoon prettig was, constructief, vooral dat. Is dat ook een tijd geweest dat het niet zo was? Nou ja, we hebben natuurlijk na de start van de nieuwe coalitieperiode best wel even zware tijden gehad als het ging om sfeer. En wat je nou ziet is dat we elkaar weer kunnen vinden. En waar kwam dat door, die sfeer? Nou, dat ik denk dat het wel, een sfeer is minder, omdat dat is eigenlijk bij iedere coalitiewisseling kom je dat wel tegen. Op het moment dat partijen buiten de boot vallen, om wat voor reden dan ook. D66 met name? Ja, dan zijn ze nooit blij. Mm-hmm. Dus ja, dat hoort er een beetje bij. En nu is dat anders, want Ton Zuidema begon toch weer over die tanker, hè, die maar op die kust afvaart. Ja, maar goed, uiteindelijk zijn we gewoon constructief met elkaar gaan vergaderen. En volgens mij is dat wat je zou moeten doen. Er zijn een aantal moties, zijn aangenomen, de belangrijkste voor in jouw ogen. Er zijn een hele partij moties geweest. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat de motie over flexwoningen, even voor de helderheid, daar gaat het over mensen die eigenlijk heel snel een woning nodig hebben. Bijvoorbeeld mannen en vrouwen die gaan scheiden. Het is heel lastig om op deze markt een huis te vinden. Bij de corporatie kan je niet of nauwelijks terecht, want je krijgt geen urgentie. De particuliere markt zit redelijk vol. Dus je bent echt wel op zoek naar een soort huis waar je even tijdelijk kan blijven om bij te komen van zo'n scheiding. En dan wel goed op zoek te gaan naar het huis waar je dan definitief zou willen wonen. Ja, wat zegt die motie precies, flexwoningen? Nou, die zegt eigenlijk dat we moeten aansluiten bij een landelijke pilot die het ministerie wil. Om te zorgen dat er voldoende plaatsen zijn voor dit soort mensen met die problemen. Dat kunnen jij en ik zijn, hè? Mm-hmm. Dus dat, en daar willen we bij aansluiten. En dat is een pilot. En nou, we willen dus proberen bij die pilot aan te sluiten en dat samen met de provincie te doen. Oké, mantelzorg compliment, dat was met name voor het CDA wel een ding, ook voor de PvdB. Wat kwam daaruit rollen? Ja, kijk, de mantelzorg compliment, dat is eigenlijk een hele lange discussie geweest van de raad. En wat je ziet is dat het woord mantelzorg compliment, dat roept verschillende beelden op. Hè? Er is een vorm van, laat maar zeggen, geef mensen wat geld. Omdat ze lang gezorgd hebben voor vriend, partner, noem het maar op. Mm-hmm. Of er komt een feest. Of je gaat daar met z'n allen naar genieten. Of het is net welke vorm je daaraan wil geven. Het belangrijkste is eigenlijk, en dat was ook wel de kern van die discussie in de raad, dat het gaat om de waardering voor het werk wat de mantelzorgers doen. En in wezen is dat de kern ook van zo'n motie. Zorg dat je waardering geeft op de juiste wijze aan het werk wat deze mensen voor anderen doen. Maar Tiel geeft minder geld uit dan dat het van de landelijke overheid krijgt aan dat mantelzorgcompliment. Nou ja, kijk, waarom is dat? Gemeentes kunnen sowieso daar eigen keuzes in maken. Je hebt gemeentes die geven niks. Maar het is niet geoormerkt. En je hebt gemeentes die geven veel. We zitten in zware tijden, dat hoef ik ook niet meer uit te leggen. Dat heb ik al vaak genoeg gedaan aan deze tafel. Dus je zult met elkaar toch ruimte moeten vinden om, laat maar zeggen, de hele begroting te kunnen dekken. Ja, dan gaat er iets minder geld daarheen, maar daarom zeg ik, de kern van die discussie is de waardering. De BRD, die blijft voorlopig? Die blijft voorlopig, ja. Goed, en dan praat je over een investering van hoeveel? Ja, uiteindelijk 20.000 euro. Ja, het was niet zo spannend op een begroting van 131 miljoen. Tiel zit in zwaar weer en dat blijft zo. Ja. Voor de komende 2 jaar klopt die begroting? Daarna gaat het structureel mis? Nou, eigenlijk is het probleem nog iets groter. Mm-hmm. 2020 hebben we het goed voor elkaar. Maar ja, moet ik erbij zeggen, dan moesten we wel 1,7 miljoen uit de algemene reserve halen om de werkzaak te kunnen betalen. Mm-hmm. De participatiewet, uitvoering ervan. In 2021 zit dat toch niet verwerkt. Want we zijn met het gesprek bezig in de regio om te kijken of we tot elkaar kunnen komen. Nou, dat was echt een massaal medische actie. Iemand een klap voor de kop geven en daarna gaan we praten. Plat gezegd, hè, zeg ik het dan. Er is aangekondigd destijds, dat was in april, van nou, laten we maar eens gaan onderzoeken om uit werkzaak te stoppen, om eruit te stappen. En dat we dat anders gaan regelen. Er is onderzoek naar gedaan, was dat nou uiteindelijk uitgekomen? Nou ja, het onderzoek zegt
Tiel heeft wel degelijk gelijk als het gaat om een oneerlijke verdeling. Ja, want Tiel draagt het meeste bij, hè? Dat is eigenlijk het verhaal. Omdat we de grootste gemeente zijn. Exact, ja. Dus dat staat erin. En het tweede wat erin staat, het zou verstandig zijn om erbij te blijven. Dus bij de werkzaak. Want als je dat zelf moet optuigen, nog duurder. En het laatste wat er dan in staat als advies, en als het allemaal niet lukt, dan doe je echt verstandig uit aan om eruit te stappen. Dat is het advies wat er nu ligt. Ja, dus het advies is, probeer erin te blijven, maar probeer ook wel de problemen op te lossen, zodat de verdelingen eerlijk zijn en ook de governance, dus de stemverhouding en dat soort zaken. En als dat uiteindelijk niet zou lukken, is het advies, stap eruit. Ja. Andere gemeenschappelijke regeling, die AFRI, dat was met name de PVDB die daarom vroeg. Maar uiteindelijk de meerderheid van de raad, ook de VVD, de partij namens wie jij in het college zit, hebben daarvoor gepleit om eens toch opnieuw te gaan onderzoeken of het huidige afvalsysteem, zoals het opgehaald wordt, wel de beste en het goedkoopste is. Ja, dat klopt. Dat is toch een drama. Nu is net dit verhaal ingevoerd met veel gedoe. En nu moeten we dan weer gaan kijken naar een ander systeem wat eventueel dan goedkoper zou kunnen zijn. Mocht dat zo blijken, gaat het dan weer omgedraaid worden? Dat weet ik niet, want het onderzoek moet eerst nog plaatsvinden. Ja, snap ik. Als dat er ooit gaat gebeuren. Want daar heb je ook een meerderheid voor natuurlijk binnen het AB. Je kiest voor iets en dan hou je daar toch bij. Of je weet je, je kunt de zaken heel complex maken. Dat ben ik met je eens. Tiel wilde dit niet. Mm-hmm. We hebben het. Nou, we weten met z'n allen wat de mensen in deze stad ervan vinden. Dat vinden zij een drama. Ja. En dat blijft. En zeker nu met die verhoging eroverheen, dan vinden de mensen het nog meer een drama. Dus de AVRI is niet het meest geliefde woord in deze stad. Nascheiden, wat je gewoon in het land ziet, de grote steden doen het. Steeds meer gemeentes gaan over naar dat systeem. Oké, je hoeft het niet meteen in te voeren, want je zult ook, als je nu met dit bezig bent, zul je die investering ook op een bepaalde manier terug moeten verdienen. Maar je kan natuurlijk wel nadenken over de vraag, wat is nou de beste methode? En als je dat onderzoek zou doen en er zou uitkomen dat nascheiden veel beter is dan datgene wat er nu gebeurt, dan kan je ook een plan maken als AVRI. Hoe ga ik dan in de toekomst toch naar dat systeem over? Daar kan je best verstandig over nadenken, als dat de uitkomst zou zijn. Ja, goed, Tiel gaat dat indienen. En de AB heeft ook al aangegeven, nou, daar staan we open voor. Weet ik niet. Maar dat zei de andere wethouder. Ja, oké, als dat zo is, dan is het... Goed, zware tijden, daar hadden we het over in Tiel. Die provincie, hè, vinden die alles zomaar goed? Want het zou zo nog maar kunnen zijn dat het Tiel uiteindelijk artikel 12 gemeente wordt. Nou, zo snel gaat het niet, moet ik zeggen. We hebben met de provincie hele goede gesprekken eigenlijk over die begroting. Dat is met name met Markink, hè? De gedeputeerde Markink, ja, dat klopt. Want die is ook de toezichthouder, dus daar verantwoordelijk voor. Nou, wij hebben afspraken gemaakt van oké, hoe gaan we die begroting weer dekkend krijgen? Nou, dat hebben we gedaan. Toen kwam die meiscirculaire eroverheen. Dat is natuurlijk een ander probleem. Dat wil ik zelf ook omschrijven als een drama. Minder geld. En dat komt door dat trap af en trap op systeem. Nee, zoals dat systeem wat eigenlijk helemaal niet uit te leggen is in deze tijd. En wat ik zelf heel erg moeilijk vind uit te leggen aan de inwoners van Tiel. Dat op de plank van de regering ligt gewoon, weet ik hoeveel miljard. Ik geloof 14. Ligt er. Ze geven het niet of nauwelijks uit. En omdat ze dat niet doen, krijgen wij een korting. Ja. En als wij dan een korting krijgen van behoorlijk veel geld, moeten wij hier gaan bezuinigen. En dan, als je dan met elkaar zegt, ons land is zo rijk, dan zou je bijna zeggen, ja, dat komt omdat de gemeentes zichzelf aan het kapot bezuinigen zijn. Is dat ook de bedoeling? Dat zou niet de bedoeling moeten zijn. Volgens mij moet je als gemeente gewoon, zou je moeten kunnen borgen op een, wat ik dan noem, een stabiel financieel beleid vanuit het Rijk. Waar je gewoon weet, meerjarig. Dat is ongeveer wat we krijgen. En dat ongeveer, daar mag best een bepaalde bandbreedte in zitten. Maar niet dit, hè? Want nu zitten we zo en zo. En dan denk je het gehad hebben, dan gaan we nog zo. Dus dat is niet goed. Dat is gewoon niet goed. Nee, het grote gat is de jeugdzorg. Hè? Ja. Gedeeltelijk ben jij daar verantwoordelijk voor. Zie jij een uitweg om dat onder controle te krijgen, die uitgaven? Nou, en waar zit nou precies die pijn? Nou, de pijn is dat het is een nieuwe taak die we hebben gekregen vanaf 2015. Mm-hmm. En iedereen die denkt dat je dan binnen 2-3 jaar die zaken helemaal volledig in je vingers hebt zitten. Ja, dat is onzin. Scandinavië hebben ze het gedaan. Daar hebben ze minstens 10 jaar over gedaan om het enigszins onder controle te krijgen. Dus wij zijn goed bezig, vind ik.
Maar het is waarom gewoon, vind je dat? Nou, omdat we er heel veel energie in steken. Heel goed naar de systemen kijken. We aan dataverwerking aan het doen zijn. We zijn bezig met die rechtmatigheid van de zorg. Van heeft degene die zorg heeft gehad ook wel daadwerkelijk die zorg gekregen? Ja, wij krijgen dan een factuur van een zorgaanbieder, laten we zeggen 10.000 euro. Nou, dan zouden wij wel moeten kunnen uitleggen, die cliënt heeft die zorg echt gehad. Ja, de D66, met name Ton Zuidema, die sprak er ook over in zijn betoog. Zorgfraude, dat is echt wel een ding voor aandacht. Ja. Wat doet de gemeente daar nu aan? Nou, wij onderzoeken rechtmatigheid van die zorg. Hoe gebeurt dat? Dat hebben we dit keer gedaan door het uitbesteden aan een onderzoeksbureau. Die gaat daadwerkelijk bij alle mensen langs. En die gaat dus echt toetsen. Wat voor zorg heb jij nou gehad? En op het moment dat helder is, dan kijk je wat was de opdracht aan die zorgaanbieder en past dat. Ja, maar als de sociale recherche, heeft dat niet goed genoeg gefunctioneerd dan? Nee, je kan een sociale recherche niet op alle zorgdossiers zetten. Dat lijkt me een beetje onmogelijk. Mm-hmm. Maar in dit geval kwamen er twee kwesties naar boven waar een vermoeden was van zorgfraude. En daar hebben wij aan de sociale recherche gevraagd dit te onderzoeken. En de uitkomsten daarvan? Nou, de ene dat Nou, ik kan nog niet precies zeggen wat de uitkomsten waren. Eén was, er was een foutje gemaakt ergens. En de tweede weet ik niet precies wat de uitkomst is. Misschien zijn ze er nog maar bezig. Maar goed, er wordt wel op geacteerd. Ja, kijk, en wat je wel hebt geleerd van dit is dat je volgend jaar eigenlijk een veel breder onderzoek zou moeten doen bij meer cliënten. En dat is ook wel van belang, ook weer voor een goedkeurende verklaring voor het jaarverslag. Want nu hebben we het gedaan, maar de accounts zijn heel goed gedaan. Maar je moet eigenlijk wat meer mensen nog onderzoeken. Al die perikelen die er spelen in Tiel en ook in die regio, zou het een idee zijn om groter te worden? De burgemeester heeft daarover gesproken. Ook wethouder Groen, die zei van nou, Tiel kan prima zelfstandig blijven. Om zeg maar zaken gezamenlijker aan te pakken. Bijvoorbeeld een gemeente Tiel, Neder-Betuwe en Buren bij elkaar. Hoe zie jij dat? Nou ja, ik benader het eigenlijk als volgt. Als er wil is om zoiets te gaan doen, dan moet je die invulling geven aan die wil. Op het moment dat mensen het niet willen, moet je dat vooral eigenlijk niet doen. Opleggen van herindelingen lijkt me per definitie niet echt prettig. En dan kom je echt uit op vraagstukken van organisatie. En ik denk, Tiel kan heel veel aan, maar je ziet dat Tiel ook moet samenwerken met anderen. Mm-hmm. Dat is helder. Op het moment dat je dat moet doen, dat betekent dat je het niet alleen kan. Dus dat betekent dat een bepaalde schaal blijkbaar nodig is om alles te kunnen. Hmm. Ja, en dan kom je uit op de vraag, ja, wat zou dan die schaal zijn? Is dat gemeente Rivierenland? Is dat de helft? Zijn het vier brokken? Dus dat zijn de vraagstukken. En bij al dit soort herindelingsvraagstukken, als je dat al wil, of zelfs als je het niet zou willen, volgens mij is de belangrijkste centrale vraag, als je dat zou gaan doen, is dat goed voor de inwoner? Want je doet het voor de inwoners. Herindeling is geen doel op zich. Nee. Het gaat erom dat die inwoner inderdaad terecht kan daar wat hij dat wil en gedaan heeft en dat het ook zo blijft. Ja. Dus ik denk dat je heel genuanceerd naar dit soort vragen. Ik kijk heel genuanceerd naar dit soort vraagstukken. Is dat een onderzoek waard? Ik denk dat ook daar heb ik zoiets van, dat zou de wil moeten zijn. Ja, oké. En als de wil er niet is, dan niet meer over praten. Nee, want dan is er ook geen behoefte. Nee, helder. Ja. Er is een soort van investeringsruimte wel gecreëerd. Hè? Ja. Je zit in het college, dus ik snap dat je niet kunt zeggen van, nou, dat moet gebeuren. Maar ik neem wel aan dat je een bepaalde wil hebt als wethouder zijnde. Nou ja, ik denk dat als je naar de stad kijkt en waar we nu voor staan, als je ook even het rapport neemt van Beerschot, de toekomstvisie van Tiel. Ja. Ja, dan denk ik sowieso dat je zou moeten investeren, toch die wouwkade afmaken. Dan is dat moet echt een keer klaar. Mm-hmm. Twee, we moeten gewoon werken aan de openbare ruimte. Die is gewoon onderhoud? Gewoon onderhoud van onze wijken, want die is echt wel op een aantal punten aan de aandacht toe. En dat is ook wat mensen belangrijk vinden. Tuurlijk. Ja. Kijk, en uiteindelijk zeg ik het vaker, het is geen rocket science. Hè? De gemeenteraad die moet gewoon zorgen dat die stad gewoon netjes bij ligt. Dat en dat alles gewoon functioneert en werkt. En dat er openbaar voorzieningen kloppen. Dat er als het kan, dat er een zwembad is. En dat de tegels recht liggen. Mensen willen gewoon in een hele mooie, nette stad wonen. Met goed onderhouden groen.
nette wegen, goede fietspaden, noem alles maar op. Onderwijs is daar ook een belangrijk. Dus als je mensen naar Tielsen willen trekken, dan zul je toch op zijn minst aan die basisvoorzieningen moeten voldoen. Nou, en daar maak jij je hard voor? Ik zou dat heel belangrijk vinden, ja. Maar de gemeenteraad gaat natuurlijk uiteindelijk die keuzes maken. Mm-hmm. Dus er komt dat straks, en dat moet voor de perspectievennota eigenlijk wel duidelijk zijn, waar gaan we dan investeren. En daar betekent dus ook dat die keuzes gemaakt moeten worden, uiteindelijk door de gemeenteraad, en die gaat er uiteindelijk over. En daar zul je ook prioriteiten met elkaar moeten vaststellen. Van wat vinden wij dan belangrijk? Als collegelid vind ik een ander ding ook nog belangrijk, maar dat is helemaal geen prettig iets om te investeren. Want dan zullen mensen altijd zeggen, ja, doe even gek, doe even normaal. Maar dat is de ambtelijke organisatie. Want door alle bezuinigingen hebben we best gesneden in die organisatie. En dat merken we nou iedere dag. Je gaf eigenlijk aan, hè, bij die begrotingsraad, dat ambtelijk apparaat is niet op orde. Nou, wat we aangaven is dat het ambtelijk apparaat eigenlijk onvoldoende toegerust is om de taken en steeds nieuwe en ingewikkelde taken die we krijgen, om die goed te kunnen uitvoeren. Neem de omgevingsvisie. Zomaar even iets. Dat is heel ingewikkeld. Eigenlijk is het heel apart, hè? De omgevingsvisie zegt eigenlijk, of omgevingswet moet ik zeggen, maar die zegt, nou ja, we laten nou een hoop dingetjes afschaffen, dan komen we tot een klein pakketje van wetten, en dat moet het dan ongeveer zijn. Maar ondertussen? En ondertussen is het gigantisch ingewikkeld, en heb je onderhand specialisten nodig om zijn wet te kunnen uitvoeren. En daar vind ik wel eens dat we in Nederland ons ook wel echt helemaal gek aan het maken zijn met al die regeltjes. Maar goed, daar heb je wel mensen voor nodig. En we krijgen ook gewoon nieuwe taken. We hebben sociaal domein destijds gehad. Voordat we gingen bezuinigen destijds, dat was nog voor 2015. Ja, dan waren alle taken wel redelijk duidelijk. En dan krijg je sociaal domein erbij. Nou, nu weten we, nou, daar heb je hele goede, capabele mensen voor nodig. Ja. En je hebt ook genoeg handen nodig. En die hebben we dus niet. Nou, waarvan akte, ja. Daar mag dus ook wel meer geld naartoe. Ja. Om uiteindelijk meer capabele mensen aan te trekken. Zeker. Regionaal gezien, die A15 was van belang. Binnenkort is het 100 kilometer geblazen om te rijden, kilometer per uur. Hoe zie jij die ontwikkelingen? Ja. En dat in relatie met files, verbreding, ja. A15, die lobby. Nou ja, goed. We krijgen sowieso €600.000 van het Rijk om korte termijn maatregelen te nemen voor de A15. Maar dat zijn natuurlijk allemaal druppels op de gloeiende plaats, zeg ik dan. Maar goed, we krijgen het. En we staan dus gelukkig ook op die agenda, want daar stonden we eerst niet. Dus dat is winst van lobby. En nu zijn we bezig om met elkaar die korte termijn maatregelen in een soort pakket te gieten. En dat weer met het Rijk te bespreken, want dat is waar we nu zitten. Maar dan zijn we er nog niet. Helpt dan 100 kilometer? Ja, ik ben wel iemand die normaal ook wel graag hard rijdt, eerlijk gezegd, als het even kan. Maar ja, 100 kilometer is voor de A15 zeker de gevaarlijke stukken, als je ook naar de rapporten leest, eigenlijk het beste. Want doordat de wegen toch wat smaller zijn, en ook we hebben, dat noemen ze bogen, dus je rijdt omhoog en opeens ga je naar beneden. Ja, als je dan te hard rijdt, dan komt iets zachts rijdt daarvoor. Dan kan je dus een ongeluk krijgen. En dat zie je dus ook in die rapporten terug. Dus het is wel handiger om wat zachter te rijden. Dus geluk bij een ongeluk. Het zal blijken of het veiliger wordt op de A15. Ja. Door deze maatregelen. Dat. Marcel, ik presenteer het programma niet alleen. Dat doe ik samen met mijn dochter Iris. Iris, wil je er even bij komen? Okay. Wat was nou die vraag voor Marcel? En wat vind je je werk nog leuk? Ik vind mijn werk hartstikke leuk. Zeker als jij die vraag stelt. Dan vind ik het helemaal hartstikke leuk. Kijk, als je vader die vraag stelt, dan is het toch een beetje ja, zo'n vraag, zeg maar. Maar als jij hem stelt, dan kan ik ook vol enthousiasme zeggen, ja, ik vind het ontzettend leuk. En ik doe het graag. Vraag je ook nog, waarom? 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 De reden dat je dit werk wil doen, is omdat je deze stad waar we inwonen, dat je die zo goed mogelijk wil maken voor kinderen en voor de oudjes zoals papa. Nou, dat heeft hij heel mooi gezegd. Ik vond het een goed antwoord. En jij? Ik ook. Nou, goed. Marcel, mag ik jou danken voor het gesprek? Geen dank. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.